Welkom bij de uitgebreide handleiding Menu en instellingen voor de Greenflow for Trucks applicatie. Deze app werkt op elk Android apparaat, minimaal versie 7, heeft een datasimkaart nodig en een 3G of 4G verbinding. Ook moeten de locatieservices van je device aanstaan. Een geactiveerde Greenflow for Trucks app communiceert met slimme verkeerslichten. Hierdoor kan een vrachtwagen extra doorstromingsmogelijkheden benutten die een slim verkeerslicht kan geven. Een niet geactiveerde app geeft alleen informatie over de stand van het verkeerslicht. Voor activatie neem je contact op met Dinic Mobility BV. We starten nu Greenflow for Trucks op door op het groene Greenflow logo te drukken. Dit is het opstartscherm, inclusief het tijdelijke witte scherm met de harde stop. Na gebruik kan je het beste deze harde stop gebruiken om de app af te sluiten. Op het startscherm moeten het icoontje voor de satelliet, cloudverbinding en de twee pijltjes, datacommunicatie, verlicht en dus actief zijn voor een werkende applicatie. Druk linksboven in het startscherm op het menu-icon. Zie de gele cirkel. Druk op rijden en dan op route. Hier kan je routemanagement instellen en controleren of de app geactiveerd is. We beginnen met de routemanagement aan te zetten. Alleen dan werkt de app correct. Vervolgens druk je op geselecteerde route. Heb je een niet geactiveerde app, dan zie je alleen geen route geselecteerd staan. Heb je wel een geactiveerde app, dan zie je meerdere titels staan. Deze titels zijn vaste routes in Greenflow for Trucks. Dinic kan vaste routes in de app zetten. Om de app in heel Nederland te gebruiken, wordt geen gebruik gemaakt van deze vaste routes. Dus selecteer geen route geselecteerd in het menu. Druk daarna op de back-knop rechtsonder. Greenflow for Trucks kan automatisch prioriteit voor een vrachtwagen aanvragen bij een slim verkeerslicht. Maar daarvoor moet hij wel onthouden of je eerder linksaf, rechtdoor of rechtsaf op een kruising bent gegaan. Je hebt geen vaste routes nodig, dus hier gaan we de switch van automatische routeselectie uitzetten. Maar daarentegen gaat de switch voor het afslaggeheugen aangezet worden. Dit is dus niet de goede setup. En dit is wel de juiste setup. Het laatste onderwerp, herstel afslaggeheugen, zorg ervoor dat het hele afslaggeheugen weer leeggemaakt wordt. Doe dit alleen bij uitzondering. Druk vervolgens weer op de backknop. En druk op gevaarlijke stoffen. Dan opent zich een scherm met gevaarlijke stoffenklassen. Dit zal in de toekomst herkend gaan worden door de slimme verkeerslichten. Dat is nu nog niet het geval. Selecteer daarom in de lijst geen. Helemaal bovenaan. Druk daarna op de backknop. Druk dan op vrachtwagen lengte. Hier kan de totale lengte van de vrachtwagen ingevoerd worden. Dit zal in de toekomst herkend gaan worden door de slimme verkeerslichten. Dat is nu nog niet het geval. Selecteer daarom een lengte van 12 meter. Druk daarna op de backknop. En nog een keer op de backknop. Druk daarna weer op het hoofdmenu linksboven. En vervolgens op instellingen. En daarna op algemeen. Vervolgens druk je op connectietype. Zorg dat hier SDK geactiveerd staat door het oranje bolletje naast SDK neer te zetten. In de optie OBU en Demo zal Greenflow for Trucks niet communiceren met connected verkeerslichten. Druk op de backknop om terug te gaan. Greenflow for Trucks wordt standaard fullscreen weergegeven. De pop-up modus staat dan uit. Zie het gele cirkeltje. De chauffeur kan vaak met een kleinere en rustiger weergave werken. Daar is de pop-up voor bedoeld. Als je de pop-up wilt gebruiken, zorg dan dat de switch achter pop-up oranje kleurt. Zie de gele cirkel. De pop-up werkt dan als overlay over andere applicaties heen en kan via het touchscreen in een handige hoek van het scherm gezet worden. De werking van de app verandert niet in de pop-up, maar geeft alles in een verkleinde weergave weer. Druk daarna op eenheden. Zorg in dit scherm dat taal afhankelijk is ingesteld en druk op de backknop om terug te gaan. Zo staan de instellingen goed.
Druk vervolgens weer op de backknop. Het onderwerp audio is alleen in demo bruikbaar en daarom slaan we deze over. Als je drukt op diagnostiek, zie je het IP-adres van de app verschijnen. Hieraan kan je zien dat de app met de cloud is verbonden. Druk daarna op de backknop weer. In het hoofdmenu druk je dan op over. En daarna kan je door naar links en naar rechts te swipen de informatiebronnen over Greenflow for Trucks raadplegen. Pagina 1 geeft de licentieovereenkomst voor eindgebruikers weer. Pagina 2 geeft onboard unit informatie zoals platform, applicatiesoftware en ondersteunende functies weer. De derde pagina gaat over de identity code. Zie ook het gele blokje. Dit is de sleutel tot volledige activatie van de Greenflow for Trucks app. Het beheer van de unieke identity codes ligt bij Dynic Mobility BV. Voor activatie van Greenflow for Trucks zal deze unieke identity code naar Dynic Mobility moeten worden opgestuurd. Dat gaat het beste door de hele sleutel te selecteren, te kopiëren en te mailen naar Dynic. Nu ben je helemaal bekend met het menu en de instellingen van Greenflow for Trucks. Dank voor je aandacht en we wensen je een veilige en vlotte doorstroming toe.